nooit naar mijn zuster hebben omgezien, komen deze verder voor niets in aanmerking. Och, hier! Mijn broer zal mij geen 2 miljoen achterlaten. Waarvan niet? Omdat ik geen broer heb. En op mijn man moet ik niet rekenen. Hij is ook geen kloot weer. Ver van 2 miljoen. Maar, dat kan je niet weten. Als ik het achter van 25 jaar nog niet weten. Oh. Nou, ver. Daarmee zal hij verklaren naar een rusthuis kunnen gooien en zal ik een reis eens kunnen huren. Oh, gaan ze dicht komen wonen? Nee. Hier staat vooral als die goed gelegen in de stad. En ten tweede is thuis voor dat kneuwen veel te ver. Had de voeten bij de draakkwartier zonder weg? Kan ik maar voorstellen. En zag je laat de zieldrooiers. 2 vooruit en 1 achteruit. En het zo goed Kuper uitvallen ik. Lieve Clara vroeg me een goeie 2000 frank huisuur in de mond. Mooi 2000 frank? Wat vertrozen. Aan die prijs kunnen bij mij thuis juist maar naar de wc huren. En de dag dat ze een echtje in de deur gaan zo, zal het nou 1000 frank meer zijn. Ik paase dat lieve Clara dat ze gekuut zet, omdat ze nu nog je miljoenen meer moet kaken. En nu kan dankbaar het voor al de mooie gratis verzorging die ik haar gegeven heb. Zeg dokter, kun je dan zeggen dat Clara nog een rusttas zou gooien? Allee toe. Met dat klein piepje die ze naar klarinetten zitten heeft, heeft ze toch niet gebrekelijk? Ze kan toch nog eens een pension gooien? Of een kosttas, waar ze geen slag meer aan moeten doen. Maar jammer, jammer, wat gooit dat niet kosten? Wat vertrozen voor 2 miljoen kan het grof kasteel krijgen. Oh, ja, ja, daarbij zal ze niet alleen zijn gelijk. Ik weet het van mijn tante Merance. Ze wil nu geen zuur en kosttas. Samen zeer daardoor is u, zegt ze altijd. Oh. Recht over haar sloop Marie-Louise, de vrouw van Napoleon. Benijn woont er een die past dat ze zo'n dag is. Zus Sovens moest haar deur op slot doen. Want net als daar komen, sloop de zuster van Dracula. En dat is ook aan mijn bloed, zo zeggen ze. Zertoe dat mijn tante mijn liegen bloeddruk heeft. Oh, maar dat is geen pensioen maar in eerste lange verzwoer gevallen. Door haar zou de missen, dokter. Mijn tante heeft jugere loosjes. Zij zegt dat ze de moeder is van Paola. En moest Paola er nog weer daar duren, hoor. Oh. Enfin, met een beetje goede wil om proberen van mij rechten te stellen. Oh. En aangezien de lieve Clara nog niet beneden is, wil ik met een gebroken tiron consulteren. Ah ja. Oh. Dat zal de notaris zijn, die terrest. Ja, kom, Mr. Papenhoort, u naar hier. Ja, ja. En volgens dat Sandra zegt, komt dat met geld van de erfenissen. Oh. Je moet toch maar chancen hebben, hè? Wat is dat? Waar zijn lieve Clara al haar medicamenten naartoe? Ze zal ze per komen gezet hebben. Al die flaskens en die pilkens op dat toffeke was heel zeker u in zicht. Zertoe is er 2 miljoen moet binnenkomen. Ja, hij moet binnengooien. Maar op een manier kon je niet beginnen slooien en even wat van mijn voeten. Ik denk je, begin ik niet zo slecht uur. Ik heb het gepast. Dat is mij maar vrouw. Ze zijn met uw apparaat gebezigd als trachter voor hun petrol over te gieten. Oh. Riekt het? Oh, jongens. Ze zijn beter dat er een moed mee spoelten voor uurs. Het er toch nou een beetje smok van? Zet een keer een friet met mijn gefilterd duik. Dat is door mij dat ze controle beginnen hebben zijn op de frietker. Is er hier nog niemand dan? Ze zullen wel gaan komen. Moet ik weer komen? Wanneer? Dat ik zeg... Oh, wat verdroes. Die de petrolpot dan hebben ooit, me ze. En de volgende dan? Wanneer dan? Dat is even dochter. Petrol. Oh. In het poort de zon? Wat zien ze door te doen? Oh, voogte. Zet er! Kost dat geen cel? Oh, ze weten dat ik hier ben. Het zal best zijn, want ik zit er met al die miljoenen bij mij. Oh, zit er door miljoenen in? Ik niet of ik daar een miljoenen guur pak was. Ik wist dat ik er al vanaf was.
Kan mademoiselle Sandra laten weten toch vandoor gaan komen met de seks? Oh, een schrik van een miljoen. Hij zit dat allemaal in die kabot. Potvertroes, iedere stap dat hij een vent doet moet 1000 gaan kosten. Zijn de haar familie? Nee. Oh, leg mijn moeder nu mee zien om nu zo'n vent zich laat maar voordeur te trekken. Als ze een klein kort gepot, kun je ook een schrik gehad vandoor? Vroeg je dan maar omdat Fries slecht kennen als ze drogen zit. Buiten mama zei Sandra, zoek je niet een andere van de kleinkoderen meer herkennen. Godverdomme, zo'n dag weten ze. Kogelzaad, kleinkort, dat ben ik. 5 minuten schrik, ik kon ook een schrik. En de miljonair, dat was ik. Goedemorgen. Ah, madame Dianke. Ah, zijn er klaar ook kleinkort? Zeg van ja, ik heb 2 miljoen. Nee, bij mijn gebuur. Oh, zijn je trekt de patang op ze. Niet zijn wie doen dat dan? Oh, hij stinkt door de petrol. Nee, hij spoelt er zijn uurs mee aan. Petrol lost uurvet op, zegt hij. Zeg maar dan, die Anknoes hadden gaat benen gekomen. Kijk, ik nu uur bel. Ben meneer André benen gekomen. Hij is bij mij thuis geweest. Komt hij al in huis? Ah, is bezig met aars te leggen bij u. Hoe legt meneer André zijn aars? Bij u? Allee, zijn figuur lekker aars van haar. Of hij nooit dat beter verstoot. Is bezig met struitjes te leggen bij u. Ah, jongen, tussen aars en struitjes. Hoe ik u gerust kan staan, neva. Meneer André is mijn toesje niet. Wat is dat niet? Mijn toesje. Met een tik? Boah, ik weet niet. Hij heeft toch een tik van een miljoen? Dat zijn ze van die tikken die hij niet al doorkraagt, hè? Maar dan weet hij ook zo waar en ik aan een tik. Want dat is hetzelfde niet, hè? Nee, Eva. Ik ken haar geen goeie van ter trein. Ik heb een brave man gehad. Hij dronk wel een beetje. Maar allez, wie drinkt er al een keer niet? De deed die geen dust, hè? César. Ik kan haar geen goesten of uit een tweede keer met een deurslaar aan mijn noem te lopen. Ja, maar wat is André bij u dus komen doen? Oh. Ja, het komt maar niet langs, hè? Nee, maar je weet het nog ook hier nou. Ik moet je op duurte zijn van de familie, dat kleinkort. Het is mijn werkmilieu. Hij is mij komen vragen of dat ik hem weer de voer. Voilà, van voeren komt er loeren. En van loeren komt er moeren. En waar is dat nu? Ik weet niet. Hij heeft mij gezegd, kom maar al binnen in de plooitje, ik zal ze biedt gewoon komen. Maar ik wil er door verschieten. Dat zal niet moeilijk zijn dan. Al keer nog eens kan ze even verschieten. Hij doet mij altijd met mijn stoofzuiger paas. Hij mag veel al wat, maar hij zorgt niet meer. Gezet de mannen vrouw. Laissez-moi la réparer. Nou, zeg dat niet. Wat u zegt, laat maar een stoof zorgen. Veel al wat en niet meer zorgen. Van zou ik niet kunnen zorgen? Ik ben van mijn stoofzorger bezig. Ah, wel? Zeg, hoeveel er maar? He? Doe ik al niet een beetje pasen op La Ville de Bohème? Jo, maar het is met de hoogste wasker in duftrol. Zijn de gaaf van vrienden? Zie dit niet, vriend. Allee, hoe zoet die een mens dat kunnen zien? Ja. Is dat gelaat kinderhuurken in televisie? Hoe legt de struisvogel een ei? Ik ben André Kleinkort. Ah! Of voelt u mijn kostuum, stijgt nooit de petrol. André Kleinkort, hoe schik je paspoort krijgen, krijg je gaaf van mijn miljoen. Heer, ik heb een keer naar Zend gehad die zei, meneer, als je mij een paspoort niet heeft, die krijg je ook controverse baar. Ja, maar dat was in Frankrijk zo. Ho, en door zijn ze vriendelijk, ze, nou, ze weten dat een baar staat, ze rekenen draak hier meer. Ah, hij geeft niet in, André. Nee, Tesla, dat leed ze. Als hij naar deur, dan gaan ze aan zijn leeg, morgen, hof, vriend. Komt gewoon nu. André Kleinkort? Tegenwezig, aanwoudig. Wat moet die antieke zetten? Ah. De stouder van de finesse van Titus Kleinkort. Ja. Alias Tino Stratelli. Ja, ja, als zwettelijk bewijs dat hij eerdeel ontvangen had. Ja. Het is te zeggen 1 miljoen Belgische frank. Ja, ja. Hier tekenen. Is hij? Hier tekenen.
Oh! Oorlog. En hier. Voilà, zie, voilà, voilà. Voilà, en hier is uw erfdeel. Hij is wel de miljoen. Eén dat doet, meneer André. 6 eurotjes. Dat is een cheque ter waarde van 1 miljoen. Miljoen? Kom ook eens in dat met dat papiertje nog het toilet niet hoor, hoor jongens. Afijn, nu dat is 6 eurotjes gehad, gaat mijn notuitje naar de garage gaan halen. Doe dat. En gaat over een garage nu? Kan je met de keuken niet stijlen? Kan je hem een keer in mijn ijskast gesteld? Wordt rustig dat ik heb. Krijg aan mijn geld bij mij. Wat moet je nog doen? Naar de candy loan. Oké, ik zal pak achter u wachten. Dat is geweld. Naar de candy loan? En moet je de verdiende tegen zijn? Kan je de bus niet pakken? Met mijn 7 miljoen hebben ze een leuke bus. Ja, zeker. Met die kostuumen zou dat toch niet opneuzen. Nee. Als ze een baas dat reclame kan maken voor de sier, dan geloven ze de bus toch? Ja. Dat is een kostuum die ik wil sturen heb aan een kostuumier van theater. Dat is nou een kostuum die Mr. Carrara aangaat heeft. Wie is Mr. Carrara? Carrara, dat was een lieventemmer. Huh? Is dat in een schrik in de zakken? Is als je door gaan teuren, dan de nu die 6 nulkens aan hem boezem gaan plakken. Als je weet dat de miljoen wordt kragen beginnen te zwieten, maar als het ons dat miljoen in de hand net, lukt woord er van mijn god. Oh. En precies dat met mijn god in een bassin niet woord te zitten. Oh. Hoor ik je nog langer moeten zitten koekeloeren? Dat is de nieuwste keer dat ik als notoris moet scheuren voor mijn miljoenen kwaad te groken. Oh, ze gingen weg mee, weet ik, met de vuilbak stozen. Wat zeg je? Dat ze... Oh, stinkt die petronker in de handruren. Het stinkt. Zeg ze. Klaar al kleinkort, zal nog slopen. Ze mag niet verwonderen dat ze meer 2 miljoen een verhuurbaar laafjeugd gekregen heeft. Oh, hoe zou het zelf zijn? Jan Verdijken, zou je maar willen geloven dat ik u beter huren? En vandaag ben ik overtuigd dat als ik in die uur ga blozen, dan als de andere kant op een trompet de brabassou gaan spelen. De brabassou? Ik ken hem aan woorden niet. Hoe goed dat weer? Vier keer achter hier. Zeg, van mij worden dat andere woorden. Ja? Van mij was tra la 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 la. Vier keer nog te mokken hoor. Dat is niet te verwonderen dat mijn boot ook woord is op ons hoor. Ja, maar hij heeft de universiteit gedaan. Ik heb me naar school van de blij maskers geweest. Dan moeten ze van al die en tra-la-la-la niet weten. Dat tijteren ze. Mama, zei Sandra Klinkor, moet ik dan niet eens spreken? Die is van hem al het vroeg weggegooid. Ze zal wel gaan komen, paas ik. Godverdroes. Als ik ruzie mocht tegen mijn vriend, moet ik wel lang zo lang niet roepen. Geef hem een slag van mijn console en ben goed voor 1 uur of 2. Ik ben zakker paas. Nu dat Sandra je parkomen niet is, moet ik haar beter gemaakt. Ga naar boven! Ja, sloop wel. Dan deed hij ook chance dat mijn kassel bij mij niet is. Oh. Wie gooit er maar van dat papier iets geven? Wat zeg je? Ja. Wat gooit er gebeuren met mijn sek? Gooit er geleuren met mijn sek? Maar niet! Wie gooit er maar van dat papier een miljoen willen geven? Oh, de banken. Oh. Het liefste BBL. Daar werk ik altijd mee. Ja, maar gewoon die mensen een miljoen leren, hè? Zo negeer dat die bank, hè, dat ze failliet gaat, zo. Maar je hebt dus nog iets, gewoon zijn maar uitbetalen. Toch met je stukjes van 20 vrouwen, hè? Miljarden door tellen zijn ze. Goedemorgen. Dag, Sandra. Boek een André. Wat de gaat doen, ja? Komt je mama, zit niet. Dat is een beetje vroeg van de carnaval te feesten. Dat is een kostuum die Mr. Carrara aan gaat hij. Ja, hij kwam altijd nog in zijn maarten. Maar als hij zo binnenkwam, zo te salieven de bij van de Lute schrik. Het zwiet liep van de sterkste. Dag mama, zei Sandra. Oh, dat is een papen hoor. Kon je al eens niet gezien? Als je onkel André ziet, zag je leuk kluts kwaad. Maar een kluts zit hem aan de zak. Meneer, ben van mijn miljoen bezig. Toch er zorg voor, hè?
Wat? Die zaak, wat dat dan met jou is? Ah, ja, is ik, hè. Vanzelfsprekend is hij heeft die als rechtstreeks zich afgenomen van alle roerende en onroerende goederen in Canada in Toronto gebleven, hè. Ja, dat is nutloos van een transactie van Canada naar hier te doen en zoals wij een transactie van hier naar Canada, was ik definitief naar Toronto weer hier. Dat zal dat niet huur, dat is, hè. Ik heb er niet van verstoord. Zeg, zeg. Wordt hij kort en goed gezet. In het Latijn, brevi manu. Dat is nog niet genoeg, dat je geld hebt. Je moet nog Latijn bak gaan. Moet eens een methode van kennisneming op de betekenen. Hier, hier en hier. Het spreekt vanzelf, als je in België geld nodig hebt, dat moet verhogen. Hè. Je net moet te spreken. Maar het lag een beetje laar op de zus, maar ik huur niet al te best. En met mijn vrouwen petrol heb ik het gevoel dat de naf te mij goed opsloot. Petrol? Dat is dat ook hier geriep. Voilà, als ik nu klaar nog lekker nog kan knippen, ben ik er vanaf zien. Ah ja, die Freddy Raspas moet ik nog niet gebruiken. Kijk hem verwittigd. Hij zal wel gewoon komen. Waar is Jaboema? Pas op haar komen, dat ze aan het slopen is. Tja. Gewoonlijk is het toch altijd de meeste benet? Heb je niet gezien? Dat is dankzij mij. Zou toch in ieder geval dankzij die kostuumen niet zijn dat ze grote volk zou krijgen? Ja, ze het vroeger hoor, ze sloopten er met u, toen sloopten ze niet. Maar nu dat ze aan het slopen is, sloopt ze wel. Maar met dat ze niet geslopen hoor, zij ze al lekker aan het slopen. En als ze vuurt sloop, hoor ze sloop. Allee, verstoort niet? Sloopte? Allee, onkel André. Begin je nu al van het s'morgens vroeg te drinken? Hé, hey, ik ben niet zout zo. Nee, man, dat gisteren ben ik maar een miljoen een beetje gedronken, hè? Een beetje? Ja, een beetje. Veel. Oh. Ah, maar heb je dan niet gezien dat de tante Clara de laatste tijd veel beter begint uit te zien? Ah ja, dankzij die bejangeling van dokter Ossenu. Ossenu en een charlatan, een bloeszuiger, een sucette sang. Maar alleen, onkel André. Weet je wat dat een Suzette in het Vlaams is? Wat? Een tjoze! Ah, wel, dingen ossen nu als een bloedtjoze. Waarvoor zei je dat je een bloedtjoze is? Heb je nog niet gezien? Eén zee. Kijk al om in de kamer in de vuilbakken smijten. Maar alleen hoe kan André zijn? Dan gaan nu Giel van hun kabaar. Wie? Ze zwiet dan bij de mon kabaar. Hoe mag ik merken zo'n dat achteruit? En nu dat ze er een beetje beter begint te voelen, smaakt haar met kamerten in de vuilbak. Moet een keer naar in de vuilbak gaan kijken, met de kamerten begint dat uit mooi te trekken, zeg. Ik heb alle flasjes en de pilkens meegepakt naar de apotheker. Eer die een naam van op de noek. Voor wat? Ja, voor hem te vragen wat er geen naam appeltoort te liggen, hoor hij maar zijn vrouw gepresenteerd. Hoeveel gehoord naar een apotheker? Ik heb hem gevraagd voor al die pilkens en die flasjes een keer noord te zien. En hij heeft mij opgeschreven, wacht ze. 1 miljoen, oh. Dat is mijn eerdeel toch. Dat is uw krap dat hij 1 miljoen begint te muus. Ja, dat is ook de nieuwste keer hoor ze maar mee spaken, dat ik 1 miljoen voorstel, zeg. Wacht, hij heeft mij opgeschreven, kijk. Ossen nu gaf er lithium, librium, lodanum, valiumpillen, Allee, ik rook er niet aan uit. Hij vindt dat nog een uur niet met andere kakker lakken. En weten we verder dat dat allemaal denkt? Hij heeft mij opgeschreven. Zeg. Dat zijn allemaal tranquilisators. Je weet toch wel wat dan een tranquilibasator is? Ja, dat zijn kalmeermiddels. Jawel, niet te verwonderen dat de tante er slap begon te gevoelen met al die tranquilisators. De apotheker zat tegen mijn manier, hoe de radar allemaal moeten pakken, hoe het van zijn leven in de moustache gehad. Ja, van de rest wilde hij nou niet spreken, zat hij. Dus door zit Giel de Zok. Ooit keer in het begin gekomen ben ik ooit mij al verwonderd. Dat Boema sprak van een rust thuis te gaan en van een reis hier te vroegen. Allee, verstoord het nu wat dat de nos aan u gestoord. Goedemorgen. Nou ging die een beetje opgezet, hé. Mijn woorden, dat is geen kostuum van een lieventamer, dat is een kostuum van een vleugentamer. Nee, dat is hier van een mottentamer. Een mottentamer? Ja, kijk, ik zit er vol van de mottenbol. Ja. Maar mij heeft mij dat gekocht als ik een euro 15 was. De mottenbol? Nee, die kostuumen. Ja. Dus reken het uit,
ben er 33. Maar ik heb niet geen tijd gehad om ze te verslaan. Ik kreeg altijd met mijn motto, hè. Zeg, wat scheelt er? Dat is al een paar dagen dat me niet gehuurd naar mijn motto. Ja. Maar dat mijn pa past, dat is onderweg gevallen. Ik heb moeten verkopen. Hé, pa? Je hebt de voordeel verkocht. Ja? Zal er niet veel voor gehad, hè, zeker? Nee, nee, nee. Met een motto. Oh. Wat gaan ze nu doen op de motocross zonder de overwoestboer? Oh, pa, dan is het toch niet lang meer zo onttrekken. Moest van mijn vader een annonce in de gazette laten zetten. Te koop, onverwoestbare motto. Zijn een dag was er al in. Ja. Ik heb al op een lege conservedoezen gezeten, zat daar. Ja. Ik zei tegen hem, ik zei een lege conservedoezen, dat raad toch niet? Niet, zat daar, maar het mocht even veel lawaai. Allee, uiteindelijk heeft hij hem toen toch gekocht voor 1500 frank. En ook hem niet moeten zat mogen, hè? En je hebt hem nog niet gekocht. Allee, ik wil gewoon kijken of dat die Janneke een rotootje uit de garage gekregen heeft. Hoe is die Janneke naar binnen en naar een nek gelegd? En ik ben liefde op mijn god. Kun je in dat doodhoutje kunnen we rijden? Ben je nog een uur weg geweest, ja. Jongens? En wat goed nieuws, Freddy? Oeh, hij had mij toch gezegd dat ik van de morgen bij de notaris moest komen? Stoor mij dat een 31 net? Mijn 31? Hij is al meer een zwas aan het nef. Maar ik moest me van mijn ma een beetje opzetten. Voor wie zijn eigen? En wel voor... Het moest... Goh, ik weet het niet meer. En ze hebben dan alles gezegd wat ik moest zeggen. Maar ben ik het vergeten. Als ik het goed voor heb, je zit te broen. Wat zit ik? Freddy, als een kieken op haar zit, zit het te broeien. En als zit te broeien en stieken dat kleine kiekjes verwacht. Jeepers! En wel, Jorik. Als ik een keuze zit... Zit ik op mijn zitje. Maar Freddy, moet je nu al zeggen wat je mooie waas mocht? Joik, hè. Oh, in mijn eigen.